zijn eigenlijk gewoon Egyptische christenen. Dus Koptisch staat voor Egyptisch. En de Egyptische christenen zijn in een grote minderheid, maar wel een groot, dus zo'n 15%. En het andere deel is overwegend moslim. Maar men zegt dat het mysterieuze voorval dat plaatsvond door Israël met de grote zwarte wolk te maken heeft met een Koptisch ritueel. Een ritueel.